Zondagmiddag werd tijdens Open Monumentendag een bijzondere veiling georganiseerd. Per robot werd de eerste Tielse kermiskoek van dit jaar geveild. De kermiskoek wordt al 2 eeuwen bereid met nieuwe oogst Betuwse honing, nieuwe oogst roggebloem en verrijkt met kandijsuiker. De koek staat op de lijst van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. De veiling vond plaats in de oude rechtszaal van het voormalige gerechtsgebouw in Tiel dat binnenkort verbouwd gaat worden. Daarom was deze zaal voor het laatst in de huidige staat te zien voor het publiek in het kader van Monumentendag. De veiling van de koek bracht €550 op en werd geleid door veilingmeester Henk Driessen. 550, de code, eenmaal, dit is ik, allemaal, de opbrengst werd geschonken aan HeartSafe Tiel. Zij streven ernaar om in de openbare ruimte in Tiel voldoende AED-toestellen te krijgen, zodat elke AED op loopafstand is te vinden.